Thijs van Leeuwen. We staan hier vlak na de afsluitende training voor de wedstrijd van morgen. Een uitwedstrijd in Breda tegen NAC. Met wat voor gevoel stappen jullie morgen de bus in? Goed gevoel, denk ik. Aangezien we sinds lange tijd weer een keer gewonnen hebben, denk ik dat we alleen maar omhoog kunnen kijken en voor de winst gaan deze wedstrijd. Nou, volgens mij een degelijke wedstrijd gespeeld tegen FC Eindhoven. Weinig weggegeven, 2-0 gewonnen. Hoeveel vertrouwen heeft die wedstrijd gegeven? Heel veel. Dat zie je ook wel aan de training. Ik weet niet of jullie de training helemaal gezien hebben, maar je hebt veel energie en veel wil om te winnen. Dus ik denk dat dat top is. Waar merk je dat aan? Is iedereen scherper, enthousiaster? Als er gescoord wordt, iedereen gaat juichen met elkaar. En eerder was het een beetje een dode boel. En dat is nu weer helemaal terug. Nou, morgen dus in Breda. Altijd een lastige uitwedstrijd. Almere City heeft er historisch gezien nog maar 1 punt gepakt. Hoeveel vertrouwen heb jij erin dat het er morgen meer gaan worden? Ik denk niet dat we daarna moeten gaan kijken. Ik denk dat wij gewoon voor de 3 punten gaan. En dat daar een reële kans in zit. Nou, wat is morgen, denk jij, belangrijk om dat te kunnen doen? Gewoon ons eigen spel spelen, aanvallend. Wat wil je morgen zien, zeg maar? Ik wil morgen mooi voetbal zien, goede combinaties en vooral energie. Daar gaat het om. Ja. In het druk zetten, de wil om te winnen. En die is helemaal terug, dus gaat zeker goed komen. Nou, mooi om te horen. Jezelf ben je hier gekomen vanuit Twente. Ja. Hoe kijk jij naar jouw eigen ontwikkeling tot nu toe dit seizoen? Mijn eigen ontwikkeling is, naar mijn mening, gaat goed. Maar nu speel ik ook weer basis en daarin merk je dat het steeds beter gaat. En hopen op meer. En daar heb ik allemaal zelf in de hand. Dus. Ja, en ja, je zegt je bent zelf tevreden met jouw ontwikkeling. Waar zit dat hem in? Ja, kijk, qua speelminuten nog niet. Maar dat is ook wel vrij logisch. Als je zeg maar op verhuur komt, hoop je natuurlijk zoveel mogelijk te spelen. Maar ik denk dat dat nu goed gaat komen. Nou, los van speeltijd, wat zijn jouw doelen? Waarin hoop jij jezelf nog te kunnen ontwikkelen dit seizoen? Mijn doelen is vooral op rendement gaan focussen. Ik ben een speler, creatief, technisch vaardig, zeg maar. En soms wil ik daar iets in doordraven dat ik meer voor de mooie dingen wil gaan dan voor het rendement. Maar daar moet ik aan gaan werken en daar ben ik druk mee bezig. Morgen gaan genieten van een rendementvolle Thijs van Leeuwen. Juist. Tot veel succes morgen. Dankjewel. Dankjewel. Joep.